Jongens, fijn kerstfeest. Het kindje Jezus is weer bij ons. En het is hartstikke gezellig en warm hier op GNHQ. Ja, we hebben geen chocolademelk en geen kerstkrantje, maar we hebben wel een kerstboom. Nee, kerstpakket kon er ook niet af dit jaar. Nee, inderdaad, helaas. Schop onder onze reet, dat kunnen we krijgen. Dat kunnen jullie krijgen. Maar er is wel een nieuw Gamers het Clubblad verschenen. Deze maand, de maand december. Dat is minstens net zo leuk. Ja, en bij het Clubblad, dankjewel Daniel, goed gedaan, zit namelijk een extra goodie, beschreven en wel, deze supervette Gamers het kerstkaart custom made. Die zit bij je Clubblad, dus dat is geen geheim meer. Tenminste, jullie krijgen hem allemaal morgen, dus het komt overmorgen online. Dus ik zorg dat je het al weet. Nou, laat maar. Anywho, we gaan het Clubblad weer even doornemen. Mocht je zelf lid willen worden... Dat kan nog, hè. De eerste drie maanden, oktober, november, december, zitten in een bundeltje. Krijg gratis een fucking vette pin erbij. Kunnen of verstellen, store.gamers.nl. Wat gaan we in december beleven? Ja, we hebben sowieso een fucking vette nieuwe layout, hè. Want we hebben de kerstkleuren. We hebben bordeauxrood. Dat is sowieso echt fucking geel. Ik vind het echt een heel mooie kleur. Ja. En groen, om toch een beetje die kersttinten wat meer naar voren te laten komen. En alvast even een kleine teaser op de voorkant. We hebben Roy, de ontwikkelaar van Gamers uit V6. We hebben de redactie en hun favoriete games van 2016. En de man achter de baard. Een interview met Daniel. Ja, de man achter de baard, hè? De man achter de baard. Dus de baard gaat spiritueel af. Ja, inderdaad. Maar niet echt. En anywho, we beginnen met het voorwoord. Nou, dat is allemaal duidelijk. En dan hebben we nog een nieuwe Dr. Gamers net. Ja. Die gaat over de actualiteit dit keer. Jazeker. Over FIFA en homofilie. Wow, too soon. Ja. Nou, dan hebben we waar kijkt de redactie deze maand naar uit? We hebben de game van de maand, dus in ons geval Steep. Ja. Dachten we, vinden we vet. Gela's Guardian. En dan hebben we hier interview met de member van de maand, Jasper Honig. De Nerd NL. De Nerd NL. Die heeft een interview. Ricardo die zit daar, die is er langs geweest. Een paar toffe pikkers erbij. Ja, is Jasper Honig van de Honig clan, patriarch, familie? Ja. Dus dat hoef je niet meer te lezen? Ja. Dat staat in de wissiedatjes. Ik heb het niet gelezen. Nee, we hebben ook hele leuke wissiedatjes over onder andere Marcel die een baan heeft. Ja, maar waarom de fuck hebben we dan bij Marcel en Leonard haat elkaar intens een plaatje van twee kussende mannen? Omdat de redactie dit ziet als jongens plagen zoentjes vragen. We hebben een hele leuke moppen. Je ligt weer in een deuk van de moppentrommel deze maand. Bedacht in de lokale snackbar. Ja. Tijdens Turkse pizza. Kapsalon. We hebben kruiswoordpuzzels. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke en het laatste deel van de geschiedenis van Gamersnet. En dat betreft... Dus 2010 tot nu. 2010 tot nu. Dus dat zijn de laatste 6 jaar van Gamersnet. Ja, dus dat komt echt als het meest accuraat. En de eerste twee delen staan in oktober, november nummer. Spannend. Leuk. Sinterklaas gedichtjes. Heerlijk. Erbij. Ook december. Begin december weliswaar. 5 december. Ja, we hadden wat leuke gedichtjes. Ricardo had inspiratie, dus we dachten doen. Ja, inderdaad. En volgens hebben we hier de eerste pagina van de Games of the Year van Peter en van Lennart. Belangrijkste mensen van Gamers hebben. Ja, ze zitten hier. En we hebben een interview met onze rebel van de maand, Bas. Dat is een Gamers Rebel voor de CSGO game. Dus dat is wel enig. Wat een baas. Nu al. Dan hebben we natuurlijk ook weer een toffe prijsvraag, als altijd. Het is Battlefield 1 is het geweest. Ditmaal is het Dead Rising 4. Ja, die kunnen winnen. Voor de Xbox uiteraard. Ja. En PC. Of PC. Ja, en dan hebben we ook de game hier van Daniel Marcel. Oh, en ik wil heel even terug naar de prijsvraag. Doe weer toffe dingen, want we hebben voor het Battlefield 1 prijs ook echt super vette shit binnen gehad. Ja. Dus ik wil weer dat jullie echt fucking vette dingen maken. Want dingen maken is sowieso meer kans maken. Altijd. Dingen maken is awesome. Ja. Kijk hoe wij de kerstboom maken. Kijk hoe het kindje Jezus is gemaakt. En dit is het interview met de baard, de man achter de baard. Ja, met Daan. Ik vond dit plaatje echt heel vet. Ja, dit is echt een foto, maar daar is hij ook trots op. Dit is een hele goede foto. Dit is een fotoshoot geweest voor Gamescom ook. Oh, echt super vet. Dus leer alles over Daniel. Dit is hem hoor, de ontwikkelaar van V6, onze Royke. Ja, dat is onze de apostel. Man. Ja. De man die het woord van Gamersnet gaat verspreiden. Ja, absoluut. Het evangelie van Gamersnet. Dat is wel bijzonder, want die kennen we eigenlijk nog niet. Die is nog niet op video's geweest. Sterker nog, er zijn bijna geen foto's van hem. Het is de enige geheimzinnige werknemer in de CIA. Dit ernaast. En dan hebben we de games hier van Tom en van Ricardo. Ja. En natuurlijk een volgende maand. Achterkant is ook super mooi rood. Heerlijk. Schitterend. Mooi rood is niet lelijk. Gamersnet is love. Gamersnet is live. Ja. Love jullie allemaal. Wat moeten mensen doen? Mensen moeten heel veel doen. Mensen moeten sowieso, als ze nog niet hebben... Druk. Nee, laat ik anders beginnen. Mensen moeten, als ze het clubblad wel hebben besteld, bij de brievenbus gaan zitten wachten. Tot de postbode komt om het af te leveren. Onze superleuke gepersonificeerde... Ik vind het zo'n kut woord. Ja, je zei het ook helemaal verkeerd, maar ja. Personificeerde kerstkaarten te lezen. Want we hebben echt met de hand geschreven. We hebben lamme handen. Ja, dat is serieus waar. Dat is echt waar. Ook van het schrijven. Ja, heb je het nog...
Ja. Ik ga gewoon doen alsof ik het niet heb gehoord. Heb je het clubblad niet besteld, dan moet je dat uiteraard nog eventjes doen op store.gamerset.nl. Moet helemaal niks, maar het zou wel heel leuk zijn als je het doet. Als je al support. Want, ja. En ze zijn 80% echt tijdloos, hè? Want interviews met members en met de redacteurs, dat is allemaal tijdloos. Dus je kan gewoon november, oktober en december kunnen gewoon weer bestellen. En de geschiedenis van Gamerset, want Gamerset is natuurlijk een van de oudste gamesites. Van Nederland. Van Nederland. Ja. Ja. En je kan inmiddels pre-orders plaatsen voor januari, februari en maart, want het clubblad gaat door. Dat is heel vet. Check even store.gamerset.nl. Krijg je gratis de single met het abonneerlied. Ja. En nog 2 nummers. Dankjewel, Matthijs van Nieuwkerk. Wat? Het clubblad gaat door. Oh, zei ik het zo? Ja. Oké. Was hier. Nou. Maar leuk. En fijn kerst. Laat maar. Fijne kerst. Wat mogen we zeggen, anders piep ik het wel weg. Of onder een nieuwe naam. Ja, de eerste single onder de nieuwe naam. Hans Otjes gaat eruit. Ah. Waarom gaat Hans Otjes eruit? Dat lees je in januari. Ja. Dus, teaser. Teaser trailer. Doei. De ballen. De kerstballen. Wow. Nou, dat was een goede save. Ja. Piekfijn. We zijn nog nooit zo blij geweest. Dat jij je zomaar wilt abonneren. Want Gamersnet is love and life, en liefde is te koop.